Yo die mensen, welkom terug bij deel 2 van de Terug in de Tijd met Linktuigen of zo. Ik weet de fuck niet hoe ik het wil noemen. Maar in ieder geval, hier zijn we terug bij de video waar we de vorige keer waren gebleven. En jullie willen natuurlijk weten waarom het gastrol heette. Nou, de reden daarvan is omdat dit ook een gastrol was. Op dit moment dat ik deze video had gemaakt, was gastrol iets van dagelijks HD. De allereerste kanaal, weet je wel. Echt gewoon dagelijks HD. En zonder HHDD. En ik had dus een video gemaakt en die had ik dus opgestuurd. En dat was natuurlijk echt super bagger. En ik had hem eerst goed opgestuurd, dus Milan had het niet eens naar gekeken. En ik dacht bij mezelf van, oh, zo zonde, ik ga het op mijn eigen kanaal uploaden. Dus ik had in het intro stukje al gezegd van, ja, dat hoort normaal bij dagelijkse date te zijn en zo, al die shit. En kijk hoe leeg het eruit ziet. Maar dat dit eerst op dagelijkse date moest komen en dat ik uiteindelijk daarmee, ja, weet ik veel. Milan, alsjeblieft, hier heb je een video die heel troep is en upload het maar. Maar hierin ging ik dus een beetje Dead Island spelen. Dead Island is een serie die ik niet heb afgemaakt, want ik heb die game ook gewoon gecrackt en ik heb het niet eens gekocht en het was vol met bugs. En hier had ik mijn allereerste companion gemaakt. Nou, zoals je weet heb ik natuurlijk PewDiePie Stefan en zo, weet je, al die dingetjes. En ik had ook echt mijn eigen dingetje nodig. En ik ben er nu een beetje aan het opzoeken hoe die een beetje eruit ziet, hoor. Ik moet eventjes doorheen spitten. Kijk, hier komen we zo meteen tegen. Oké, lekker. Ik weet zeker dat ik hier iets in moet pakken, maar... Een brandkraam. Ik heb een brandkraam in mijn hand. Maar alleen voor jou. Nou, dat was dus mijn allereerste companion, was een brandkraam. Dit is overigens gewoon een gasfles. Ik weet de fuck niet waarom ik het een brandkraam noemde. Maar brandkraam was op dat moment mijn super geweldige companion. Help! Anybody? Blijf op de grond. Hey man, hoe is het? Oh fuck. Fuck. Jesus Christ. If you hadn't come along. You wanna come with me? I'm gathering. Nou, zoals je hoort is natuurlijk de game volume echt gewoon tyfus verhoger dan mijn natuurlijk normale stem. En ik was echt gewoon zo saai aan het praten. Dat was echt niet normaal. En ik vond Dead Island op dat moment ook best wel leuk, omdat je echt met slaanwapens bezig was met Dead Island. En natuurlijk een aantal episodes later heb je uiteindelijk ook guns en shit. En dat maakt uiteindelijk Dead Island echt gewoon heel erg saai voor mij. Want ik hou persoonlijk niks van shooters. Ik hou er echt totaal niet van. Dus de interesse van Dead Island was echt gewoon van hier eenmaal naar hier gezakt. Want het interesseerde me echt, die shooters interesseerden me geen kloten. Dus ik was er uiteindelijk ook gewoon mee gestopt. Ik dacht bij mezelf van, ah, fuck it, weet je wel. Fuck die fucking Dead Island. En hier zien we een video die 4557 keer is bekeken. Dat is een van mijn meest bekeken video's. En dat is echt gewoon niet normaal. Nou, zoals je ziet staat hier weer deel 2. En natuurlijk eindelijk victory like, vraagteken. Nou, 26 likes, 5 dislikes. En ik zie een beetje door de comments heen te kijken. Nou, hier zie ik al, denk je, een gamekanaal na te doen. Dat is natuurlijk HGP. Op dat moment was het dan het gamekanaal. Of een gamekanaal, een van die twee, weet ik niet meer precies. Oh ja, natuurlijk zie ik GGX Experience. Nou, dat was natuurlijk een groep die uiteindelijk heel veel verschillende kleine YouTubers bij elkaar roepte. En zo ben ik ook dus in eerste instantie ook met Dylan, Rotjoch in contact gekomen met Marijn, Dead Game XHD, en zelf met Don. Game Meneer, die was in eerste instantie ook met GGX begonnen. Zo was ik in eerste instantie was ik hem tegengekomen. Dus door dit kleine projectje, GGX Experience, zijn we uiteindelijk een klein beetje in contact gekomen met elkaar. Begonnen elkaar een beetje te kennen, wisten we wie was. Maar voor de rest heb ik hier verder niks meer mee te maken. De site voor mijzelf bestaat nog. Maar verder stop ik er geen tijd meer in, want ik ben natuurlijk veel te groot voor GGX geworden. Maar GGX heeft mij zeker geholpen om natuurlijk ergens te komen waar ik natuurlijk denk van, oh, kijk waar ik nu ben. En daar heb ik al een klein beetje aan hun te danken. Maar in ieder geval terug naar de video. We gaan even kijken hoe goed ik mijn commentaar hier lever. En zoals je ziet zijn natuurlijk geen zwarte balken meer. Alleen een klein beetje zwarte balkjes eronder en erboven. En de video duurt 20 minuten. Nou, laten we zien hoeveel ik hier aan kan besteden. Studio met Van Linktuiger. Het is een prachtige dag. Een rustgevende, een beetje natte, maar toch een prachtige dag in de World of Minecraft. Alles stond onder water. De huizen, de bomen, de eilanden, de bergen en het lava! Ah! Jodia mensen, ik ben er weer met Minecraft. En niet zomaar Minecraft, een survival land van lava. Ja, zo even te zeggen, van lava. En laten we beginnen. En zoals je ziet in mijn handje, je zag natuurlijk die Triforce. En dat betekent dat ik op dit moment mijn eigen Linktuiger skin al had. Dus ik had natuurlijk iemand die voor mij natuurlijk een skin had gemaakt, Linktuiger. En die had echt gewoon die Linktuiger skin voor mij gemaakt. En zoals je ziet, zelfs in 2012, dat is al fucking 3 jaar geleden, had ik deze skin al. Die had 1 keer iemand voor mij gemaakt en die heb ik sindsdien ook nooit meer veranderd. Overigens had ik op dit moment voor mij nog niet eens een Minecraft gekocht. Dat weet ik niet eens zeker, maar ik weet het eigenlijk helemaal niet. Nou, met deze serie ben ik ongeveer, hoeveel episodes heb ik daarvan gemaakt? Een stuk of 7.
7 of zo. Oh nee, zelfs tot deel 6, dat zie je hier. Deel 6, laatste deel. Nou, dit is bijvoorbeeld ook nog 1200 keer bekeken. Dus die serie is best wel veel bekeken. Voor dat kanaaltje was het echt insane hoeveel views die had. Dat is echt niet normaal. Ik was echt heel trots op. En vandaar had ik dus ook een aantal abonneetjes gekregen. En dat was best wel cool. Nou, zoals je ziet ben ik een beetje Minecraft aan het uploaden. Amnesia Custom Stories. En ben ik met Dead Island nog steeds bezig. Rayman 2 was ik nog steeds bezig. En natuurlijk wat Minecraft. Gewoon normale custom map met allemaal vrienden die ik op dat moment had. En toen was ik zelfs begonnen met Happy Wheels. Alright, bitches. Jullie met Flinktijger. Dat bedoel ik natuurlijk. We gaan Happy Wheels spelen. Gewoon even een keertje wat anders. Gewoon even tussendoor. Mm-hmm. Gewoon doen. Weet je? Dat is gewoon leuk. Ah, I'm gonna kill you. Right in your ass. Ah, oké. Okay. Leuk. Ja, heel leuk. En dan moet je niet zo lopen zeuren van... Ja, je doet PewDiePie nou. Je doet ook Happy Wheels en Nova en al die shit. Bijvoorbeeld... Iedereen doet bijvoorbeeld Minecraft en zo die shit, dus ik doe helemaal niemand na. Dus gewoon, ik zeg het maar alvast. Het was echt gewoon die periode van als je iets deed van PewDiePie of van iemand anders, dan was het echt gewoon van nakken. Was nu nog steeds ook een beetje, bijvoorbeeld met dit wat ik nu aan het doen ben, zeggen mensen ook van, oh mijn god, die heeft toch naar zijn video's teruggekeken. Nou, was op dat moment ook heel erg met Happy Wheels. Als je eenmaal Happy Wheels speelde, was het zo van, of je hebt van Tobaskus gestolen, van PewDiePie of van Ubex en Nova. En was gewoon de shit als je dat deed, was echt gewoon van, fuck you, dan mag je niet doen, dislike. Maar ik had 8 likes, ik heb mezelf ook een like gegeven en 0 dislikes, dus dat is hartstikke chill. Daarna ben ik nog een Lego serie gestart. Zoals je hier ziet, Lego Island 2. Ik kan deel 1 niet vinden, oh dat is hier natuurlijk. En dat had ik echt een heel geweldig intro in. Daar moet je gewoon eventjes naar luisteren. Pizza CD. Doe je de CD erin, dan krijg je pizza. Nou, dat was dus het intro voor elke fucking Lego Island 2 die ik had gemaakt. Echt gewoon dat pizza CD song. En bij heel veel vrienden van mij zat het de hele tijd in de kop van pizza CD. En waarom ik het deed, ik heb geen flauw idee. Die serie was trouwens wel overigens wel goed bekeken. 355 voor een Lego game is op zich wel oké. En ik zie hier, nou, 10 likes en 0 dislikes. Dat is best wel grappig. En die serie heb ik trouwens afgemaakt, zover ik weet. En daar was ik eigenlijk best wel trots op, want dat was ook echt net zo buggy. Dat was ook een simulator en was echt fucking buggy. Maar ik was best trots dat ik hem had afgemaakt. En dat is, ja, weet je, dat is best wel cool. En hier had ik een funny moments gemaakt dat Linktijger, het kanaal Linktijger, 5 jaar bestond. En dat was in 2012. Dus nu zou het kanaal van Linktijger al 8 jaar lang moeten bestaan. Nou, de funny moments, good moments montage, some good moments, weet ik veel. Dat is gewoon 8 minuten lang. Je had 17 likes en 2 dislikes. Dat was best wel een prestatie voor mij op dat moment. En ik had best wel positieve reacties op gekregen. Dus dat was hartstikke tof. Nou, we gaan een beetje kijken hoe het een beetje uitzag. Link! Nee! Link! Oh mijn god, zit je echt vast? Wat heb ik gedaan? Ik ga je bevrijden. Dood, groot, zwaar. Yes. Link, ik bevrijd je. Oh nee! Ik bevrijd je, Link. Nou, dus de Stefano van PewDiePie heette bij mij gewoon Link. Omdat ik vond dat hij op mijn Link leek. En ja, bij mij heette die gewoon Link. En ik ging er gewoon daarmee akkoord. En ik zat op dat moment vast en dan vond ik dan een funny moments. Ik zit nu terug te kijken van, nou, zo grappig is het ook weer niet. Maar op dat moment was het best leuk. Go Hammer. Hey. Go Hammer. Ik zei... Go Hammer. Fuck. Werkt niet. Hammer. Bam. Kamikaze. Nou, het leuke daarvan was natuurlijk dat ik een hele gigantische grote sledgehammer had. En die sloeg tegen de deur aan, maar dat ging natuurlijk niet open. En uiteindelijk had ik zo'n klein miserig hamertje gevonden. En die sloeg toen op de deur en dan ging die gewoon open. En ik dacht bij mezelf van, what the fuck? Een kleine wel, what the fuck? Dat is fucking lame. Ah, Pepper. I need to make more pizza. Ik weet het. De pizza is zo lekker. Maar we kunnen er niks aan doen als de mensen de pizza stelen. Dit is mijn geweldige Italiaanse accent die ik heb gecreëerd. Nou, dat is dus een prachtig Italiaanse accent, jongens. Als je ooit wil dat ik Italiaans voor je ga praten, wil ik dat zo doen. Het is echt gewoon een prachtig accent. Maar dit is wel een leuk stukje. Hier zal ik dus uitleggen dat Rayman natuurlijk aan het corrupten was. En ik dacht bij mezelf van, oké, nu moet ik op de PS1 spelen. Maar uiteindelijk had ik dus een fix gevonden, waardoor ik dus eindelijk een stukje verder kon spelen. En ik helemaal blij uitleg van, jongens, kijk hoe vet het is. We zijn uiteindelijk kunnen we verder met fucking Rayman. En uiteindelijk zie je dus een heel leuk stukje wat ik echt aan het racen was. De steiger, de brug dus. Dat ik zei, is gewoon nu geladen. En ik heb geen last van piraten meer als het goed is. En weet je hoe ik mezelf nu noem? Geniaal. A few moments later. Ik noem het mezelf gewoon geniaal. Go for it en ja. Yeah. Wat? Nee!
Ik dacht slim te zijn. De CD zit erin, de echte CD. De echte CD. Oh, wat doe je? Dat was niet slim. Nee. Ik had ook blijkbaar dus een Rayman echt voor de PC had ik. Gewoon Rayman 2 voor in de PC. Echt letterlijk de CD. Zonder emulator had ik dus echt gewoon letterlijk in mijn PC gestopt. En ik had alsnog een error met die piraat CD is missing. En dan kan je in principe verder spelen. Maar er zat toch een gigantische piraat voor je neus. Waardoor je dus echt niet verder kan spelen. Ik was zo boos. En uiteindelijk door deze aanleiding ben ik uiteindelijk dus om mijn tv gaan recorden. What the fuck is dat? I gotta kill you bitches with my stick. Come at me, boys. I'm gonna kill you with my secret weapon. Roar, roar. Oh, wacht, kijk, ik ben los. Oké, go. Ik heb het al gehaald. Dus ik was helemaal blij van, oh, gewoon focus, ik heb het gewoon gehaald. En ik zat een beetje wat levels te derp in Happy Wheels. En er was ook gewoon één episode van Happy Wheels. En heb ik ook een paar dingetjes uitgeknipt of zo, weet ik veel. Zo'n echte montage was het ook weer niet, maar ik was er best wel trots op. En toen bestond Link Tiger eigenlijk 5 jaar. Dat is best wel, ja, op dat moment was echt zo'n prestatie van, oh mijn god, Link Tiger, het kanaal zelf bestaat gewoon 5 jaar. Op het moment dat ik het had aangemaakt, dat was echt gewoon een prestatie. En als we verder naar boven toe scrollen, zien wij uiteindelijk de allereerste video waarin ik dus een facecam gebruik. Er staat ook letterlijk in de titel Amnesia Horrors of the Past deel 1 facecam met uitroepteken. Dus als je die video wil zien en natuurlijk mijn reactie ervan wil zien, laat dan vooral even een like achter om te laten weten dat je het een leuke aflevering vond. Dan overweeg ik het misschien om een deel 3 te maken. Maar in ieder geval, laat dan even een like achter. Vergeet gewoon niet met je vrienden te delen. Ik zet hem even in. Dat is later. En toen was iedereen dood. Ik was in het like. Kijk, oh mijn god, iedereen is dood. Oh, wat zo leuk.